Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de Fama. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO-studio's voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. De barcarolle uit de Hofmans vertellingen van Jacques Offenbach, de barcarolle 66 zo genoemd, op deze plaat van wonderaccordeonist Jan Gorissen. In 1968 was het zelfs een hit in Duitsland. Goeiedag, Studio Hilversum. 10 januari 2017 was het de 100ste geboortedag van accordeonist, componist, arrangeur en orkestleider Jan Gorissen. Een portret gewijd aan hem. Hij werd geboren in Rotterdam, speelde al op 5-jarige leeftijd accordeon. Na de schooltijd wilde hij graag zijn brood als accordeonist verdienen, maar pa Goris die stak er een stokje voor. Jan moest een fatsoenlijke baan vinden. Hij ging werken in een bierbrouwerij. Musiceerde in zijn vrije tijd. Volgens het boek Daar ligt de muziek van A tot Z van Henri Mildenburg uit 1981 zou Jan Goris 15 muziekinstrumenten bespelen. Welke staat er niet bij? Het accent lag in elk geval op trompet, bas en accordeon. Thank you.
Variatie, een compositie van Jaap Foulkoff door Accordiola onder leiding van Jan Gorissen. Naast Jan op accordeon Johnny Holshuizen en Jaap Foulkoff begin jaren 50. Straks meer over dit ensemble. Jan Gorissen deed in 1938 auditie bij de AVRO. Organist Pierre Palla moest hem beoordelen. Pierre liet Jan 12 maten spelen, gebaarde te stoppen en zei dat hij was aangenomen. Jan kon eens in de maand in een radio-uitzending optreden. Met plaatsgenoot Arie Maasland, die wereldberoemd zou worden als Malando, vormde Jan het accordeonduo Malagori. Malgori lees ik ook wel. Malgo heb ik ook gelezen, maar ik denk dat het Malgori is. Jan Gorissen heeft vanaf 1946 25 jaar tweede accordeon gespeeld bij Malando. Opnamen te over van het tango-orkest van Malando. Meestal ga ik aan Ole Quappa voorbij. Dit keer niet. De beroemde tango ontstaan in 1937. Het orkest van Malando in 1948. Ik denk dan ook wel met Jan Gorissen op accordeon. Wellicht speelde hij ook bij het orkest van Frans Wouters na de oorlog. In de oorlog had dat orkest gemusiceerd met onder andere zanger-gitarist Eddy Christiani en violist Frans Popti. In 1948 wilde de Varen een ander geluid. Er moest een ensemble komen met drie accordeons. Ze werden bespeeld door Jan Gorissen, Johnny Holshuizen en Jaap Foulkoff. U hoorde dat al. Het ensemble heette Accordiola. Eddy Christiani zong bij het ensemble en had succes met Carnaval op Cuba. Twee liedjes van Frans Popti en Eddy zelf, Señorita Estrelita en Op de woelige baren. Varen in een bootje en een liedje van Jelle de Vries. Vergeet het maar rustig. Thank you.
Sinds ik dat andere meisje eenmaal heb ontmoet, zie ik in dat ik niet meer van je hou. Jij draagt een bontjas en een dure hoed. Maar ik geloof dat ik toch liever met die ander trouw. Vergeet het maar rustig en laat me alleen. Pas goed op je hart, want je hebt er maar één. Wij passen toch eerlijk niet goed bij elkaar. Ik heb een ander, dus vergeet het maar. Ik heb genoeg van goudblond haar. Dat andere vrouwtje, dat houdt niet van bont. En poeder en lipstick vindt zij ongezond. Ze rookt niet, ze drinkt niet, ze komt in geen bar. Ze is een engel, dus vergeet het maar. Ik heb genoeg van goudblond haar. Hier is je ring, de ring. En je cadeaus en je brieven en je fotootje. En nu verdwijn ik vlug, want ik ga toeren met mijn nieuwe in mijn autootje. Vergeet het maar rustig, al doet het je leed. Je nylons vervelen me meer dan je weet. Je hart is gebroken, misschien is het waar. Je platgewonde scherven aan elkaar. Ik heb een ander, dus vergeet het maar. Ik heb genoeg van goudblond haar. Hij heeft een ander, dus vergeet het maar. Vergeet het maar rustig, liedje van Jelle de Vries in 1947. Eric Christiani zong en speelde gitaar bij Accordiola, waarin naast de accordeonisten Gorissen, Holshuizen en Valkhoff ook zaten Frans Popti viool, Eddie de Jong piano en later ook Hammondorgel, Wim van Steenderen klarinet, Bert Visser gitaar, Bud van Horn drums en leider Frans Wouters op bas. Maar Wouters voldeed niet als dirigent. Jan Gorissen werd aangewezen als leider. Johnny Holshuizen vertelde later dat Accordiola het eerste Nederlands orkest in de geschiedenis was waarvan de leden een eigen auto, een Volkswagen, bezaten. In een krant verscheen een artikel met foto's over het feit dat als het Radio Philharmonisch Orkest uitzending had, het fietsenrek vol stond. Als Accordiola uitzending had, het parkeerterrein. Max van Praag kwam in 1949 bij Accordiola zingen en had succes met bijvoorbeeld Grootvaders Klok, als De Klok van Arnemuiden, Ik heb maar 5,84 gulden en Op de Sluizen van Nemuiden. Accordiola trad ook op voor publiek, bijvoorbeeld in de VARA-serie In de Kantine en in de open lucht bij VARA-feesten. Ook bij het 25-jarig bestaan van de VARA in 1950, aangekondigd door de presentator van het verzoekplatenprogramma Men vraagt en wij draaien sinds 1935 bij de VARA, vanaf 1961 bij Radio Veronica. Frans, die doet nu net of het publiek gaat kijken naar een televisieopname, want de televisie was er nog niet in 1950. Hij kondigt ook het nummer aan. Dan komt wel de tune van Accordiola, een beetje winderig. En daarom laat ik Op de Sluizen van Eemuiden maar van plaat horen. Frans Nienhuis. Dan krijgen we nu een televisieopname van ons bekende ensemble Accordiola onder leiding van Jan Gorissen met zang door Max van Praag. En het eerste nummer dat Max gaat zingen, begeleid door Accordiola, is het bekende liedje Bij de Sluizen van Eemuiden. Muziek, dat hebt u nodig alle dagen. Een vrolijk melodietje is mijn
Leven is mooi, maar het noodlot is wreed als je van elkander moet scheiden. Je ziet in de ogen dan droefheid en leed. Je hart voelt de smart en het lijden. Dan kijk je elkander nog eventjes aan en fluistert bewogen, ja nu moet je gaan. Het was alles zo mooi, maar voorbij weer zo gauw. En ik hou van jou. Op de sluizen van IJmuiden heb ik jou vaarwel gekust. Op de sluizen van IJmuiden stelde jij me weer gerust. Konden tranen niet bedwingen, het afscheid nemen deed ons zeer. Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer. Vaak zie ik je staan als ik droom in de nacht, om je heen de ruisende bomen. Dan hoor ik je stem weer heel ver en heel zacht, tot ziens, ik zal spoedig weer komen. Dan weet je, je draagt het wel dapper maar slecht, en wat je wou zeggen, dat werd niet gezegd. Want ach, je verdween weer zo haastig, zo gauw, maar ik hou van jou. Op de sluizen van IJmuiden heb ik jou vaarwel gekust. Op de sluizen van IJmuiden stelde jij me weer gerust. Kon mijn tranen niet bedwingen, het afscheid nemen deed ons zeer. Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer. Op de sluizen van IJmuiden heb ik jou vaarwel gekust. Op de sluizen van IJmuiden stelde jij me weer gerust. Kon mijn tranen niet bedwingen, het afscheid nemen deed ons zeer. Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer. Op de sluizen van IJmuiden. Ontstaan in 1949 was een liedje van pianist Joop Deleur. Max die had ook succes met de fietsbel Foxtrot, ook wel genoemd als ik tweemaal met mijn fietsbel bel, ook wel toegeschreven aan Eddy Christiani, maar die had in 1952 een ander fietslied, Spring maar achterop. Eddy ging trouwens ook fietsen, wat accordeonen betreft. Twee zangers bij het ensemble, dat werkte niet goed. Eddy vertrok in 1950 naar de AVRO om bij Harmonette onder leiding van Tom Erich te gaan zingen. Had gelijk groot succes met Kleine Greetje uit de Polder. Max van Praag bleef bij Accordiola. Naast diens zangnummers bracht het ensemble polka's, tango's, musettenwalsjes en karakterstukjes van bijvoorbeeld Albert Vossen uit 1941, Etwas Leichtsinn. Thank you.
Dat was Leichtsinn van Albert Vossen, Accordiola in februari 1950. Het repertoire van Max van Praag bij Accordiola was zeer uitgebreid en veel daarvan werd op plaat vastgelegd. Liedjes als Daar zijn de appeltjes van Oranje weer in 1950, niet in 1946 zoals wel eens wordt beweerd. De originele titel I've Got the Lovely Bunch of Coconuts, die was wel geschreven, maar werd pas in 1949 gepubliceerd. Verder zong Max bijvoorbeeld als Na het bal de gasten, Zilverdraden tussen het goud, Vaya con Dios, Mijn hut in Canada, Zit ik in het zonnetje, De Jan Plezier, ook enkele composities van Accordiola-dirigent Jan Gorissen, hier met een tekst van Henri d'Albert in 1950, opgenomen op 3 september 1950, Mijn dromenland. Zo vaak verlangen naar wat ik nog niet vond. Zal ik het eenmaal vinden hier op het wereldrond? Ik zag haar in mijn dromen, maar dromen gaan voorbij. Het was slechts een illusie, een visioen voor mij. Ik was in mijn dromenland, tezamen hand in hand, met een lief meisje als een bloesem in de mei. Haar ogen zo lief en trouw, zacht als het hemelblauw. We waren samen zo gelukkig en zo blij. Wat je ook in je dromen ziet, heus dat vergeet je niet. Het weer klinkt in het hart gelijk een juichend lentelied. Ik was in mijn dromen wand, tezamen hand in hand, met een lief meisje als een bloesem in de mei. Heb ik haar gevonden, nu heeft mijn hart de rust. Ik heb haar zachte lippen met tederheid gekust. Ik ben voor haar de wereld, zij is voor mij een schat. Zoals ik in mijn leven nog nooit gevonden had. Ik was in mijn dromenland, tezamen hand in hand, met een lief meisje als een bloesem in de mei. Haar ogen zo lief en trouw, zag als het hemelblauw. We waren samen zo gelukkig en zo blij. Wat je ook in je dromen ziet, heus dat vergeet je niet. Het weer klinkt in het hart gelijk een juichend lentelied. Ik was in een dromenland, tezamen hand in hand, met een lief meisje als een bloesem in de mei.
een beroemde musette was van Michel Peguri, gecomponeerd rond 1900. La Bourrasque, Jan Gorsen in 1966. Daarvoor Accordiola met Max van Praag, Mijn Dromenland in 1950. De naam Accordiola verdween. Vanaf 1954 stond er in de radiogidsen het accordeonorkest Jan Gorsen met zang van Max van Praag. Dat kwam ook door behoorlijk wat wijzigingen. Johnny Holshuizen was naar de AVRO gegaan en leidde daar ensembles als Bella Musica, onder andere met zang van de gitarist van Accordiola, Bert Visser. Johnny leidde de Edelweisskapel met de jodenzangeres Olga Louina en vanaf 1954 de Windmolens met zang van Truus Koopmans en Diek Doorn. Vermoedelijk kwam Koen van Ossau bij het accordeonorkest Jan Gorsen. Hij had bij Tom Erik gespeeld. Bij Tom ging Johnny Meijer de accordeon spelen. Bij de Avrolians, de Avromelodians en Electrona. Jan Gorsen zou de Avrolians hebben geleid, las ik, in de lichte muziek, encyclopedie van A tot Z. Dat is net zoiets als vloeken in de kerk. Want de Avrolians, onder leiding van Tom Erich, die waren van de Avro. En het accordeonorkest Jan Gorsen was van de Vara. Dat deed de deur dicht. Ik zat rustig voor mijn venster, ineens gaf ik een gil. Want daar zag ik ze komen, mijn hart stond bijna stil. Het waren er wel duizend, ik brulde, dat is die pluis. Daar komen ze, pas op, blijf binnenshuis. Deuren dicht, ze komen door het venster. Deuren dicht, ze zijn al in de hal. Deuren dicht, daar komen ze de trap op. Die zijn overal. Ik rende naar de gangkast en greep een eindje hout. En als er eentje langskwam, dan tikte ik hem nog uit. Ik sloeg er per seconde gemiddeld 20 neer. Ik gaf ze flink van jetje, maar er kwamen er steeds meer. Deuren dicht, ze komen door het venster. Deuren dicht, ze zijn al in de hal. Deuren dicht, daar komen ze de trap op. Die zijn overal. Ze kwamen in de keuken, ze kropen in mijn bed. Ze drongen in de kelder, ik staakte mijn verzet. Ze waren niet te stuiten, mijn weerstand had geen zin. Ik zat er in een ommezien, tot aan mijn knieën. Deuren dicht, ze komen door het venster. Deuren dicht, ze zijn al in de hal. Deuren dicht, daar komen ze de trap op. Die zijn overal. Ze zetten het huis op stelte en gingen Bart te keer. Toen zijn ze weer verdwenen, vergeet het nimmer meer. Ik hoop dat die je weet wel, voorgoed zijn weggegaan. Wat hoor ik daar, daar komen ze weer aan. Deuren dicht, daar komen ze de trap op. Die zijn overal. Deed denken aan het ding, hè? Je wist ook niet wat het ding was. Dit was een creatie van Jim Lowe, Close the Door in 1955 met de Nederlandse tekst van Bart Eckers, Deuren dicht. Max van Praag bij het accordeonorkest van Jan Gorsen. Andere successen uit die periode, Wanneer de havenlichtjes aan de Schelde branden, Ik heb niet gewandeld op rozen, Kluuk auf en Vliegenier, dat waren twee liedjes van Johnny Hoes, op de plaat gebracht met het NCRV-koor De Etergeuzen onder leiding van Lex Karsemeer. En bijvoorbeeld Chi-Chi-U-Chi in 1956. Weer kwam er verandering. Het accordeonorkest Jan Gorsen kreeg vanaf 1958 een naam. Het was nu Favorita onder leiding van Jan Gorsen met zang van Max van Praag. En Max zong bijvoorbeeld Marina van Rocco Granata, ook bekendgemaakt door Willy Alberti. Geef mij maar mijn duiven. Parijs ligt aan de Seine, oftewel Calcutta ligt aan de Ganges. En op de fiets. Op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Hij brengt je beslist zonder duiten, ver weg waar de vogeltjes fluiten. Op de fiets,
op de fiets. Ga je heerlijk en het kost bijna niets. Je voelt je sportief en je trapt erop los op je stalen ros. Door het brullend lawaai der motoren vergaat je het zien en het horen. En menigeen heeft er iets tegen zijn benen nog flink te bewegen. We jachten gestuwd door benzine om altijd maar meer te verdienen. Maar haal je je fiets uit de schuur, dan rijd je gezond en niet duur. Op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Hij brengt je beslist zonder duiten, ver weg waar de vogeltjes fluiten. Op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Je voelt je sportief en je trapt erop los op je stalen ros. Je hoeft op geen bus ooit te wachten en nooit naar een tram meer te smachten. Je ziet al je dikte verdwijnen en stevige spieren verschijnen. Een rijbewijs overbodig, een oliedrukmeter niet nodig. En moet je in het spitsuur naar huis, dan breng je de fiets vlugger thuis. Op de fiets, op de fiets, op de fiets, op de fiets. Ga je heerlijk en het kost bijna niets. Hij brengt je beslist zonder duiten, ver weg waar de vogeltjes fluiten. Op de fiets, op de fiets, op de fiets, op de fiets. Ga je heerlijk en het kost bijna niets. Je voelt je sportief en je trapt erop los op je stalen ros. Een soort vervolg op Als ik tweemaal met mijn fiets bel, bel. In 1962, het was een liedje van Willy Nus. Dat is de vrouw van tekstdichter Willy Rex. Max van Praag die stopte in 1964 met zingen. Hij vertelde dat aan VARA-verslaggever-presentator Henk van Stipriaan. Ja, het betekent voor mij natuurlijk heel wat, Henk. Je begrijpt, 31 jaar zingen en dan opeens zeggen, ik stop ermee. Dat valt natuurlijk niet mee. Maar ik heb het gedaan omdat ik kreeg die gouden harp. En toen dacht ik, dat is een mooi punt om te stoppen. Ik heb natuurlijk wel mijn andere bezigheden en ik blijf natuurlijk nog wel in de showbusiness. Maar nee, ik ben blij dat ik die stap genomen heb en ik kom er ook niet van terug. Want je moet op een gegeven moment kunnen zeggen, ik stop. En het juiste moment vind ik om te stoppen, dat de mensen zeggen van, jammer, hij had toch nog even door kunnen gaan. Beter dan dat ze zeggen van, nou, je kan horen dat hij niet, hij moet er maar mee ophouden. Favorita werd ook gelijk maar opgeheven. Maar de VARA had ander werk voor Jan Gorissen. De AVRO had sinds 1958 het Potpourri-programma Zing met ons mee. 30 liedjes in 30 minuten door Truus Koopmans, Jenny Roda, Sonja Oosterman, opgevolgd door Arnie Palme. Daarnaast Dick Doorn en John de Mol bij de windmolens onder leiding van Johnny Holshuizen. De VARA moest ook zoiets. In 1958 was er een poging ondernomen met Refreinfestijn, met Corrie Brokke, Jenny Bron, Yvonne Oostveen, Jenny Roda, Sonja Oosterman, Dick Doorn, Jaap Dubbelboer, Tony Helweg en het kwartet van pianist Henk van Dijk. Dat programma dat bestond 2 seizoenen. Maar in 1964 kwam er een echte opvolger voor Zing met ons mee, of althans een tegenligger. Dat was de Melodie Express, een trein vol liedjes en melodietjes, gezongen door het trio De Spotlights, al sinds 1957 bezig. Marianne Di Giovanni Groenendijk zat erin, naast Paula Korver en Patty van Blanken, het mannengroepje De Floodlights en de vaste zanger bij het orkest van Malando sinds oktober 1945, Frans Wanders. Conducteur van de Melodie Express was Jan Gorissen. Meer heb ik niet. Een opname van Jan uit 1964 bij CNR. Regentropfen. Thank you.
Regentropfen als tango, compositie van Emil Palm uit 1935. Op de B-kant stond een succes van Rudi Schurke van begin jaren 50. Warum weinst du kleine Tamara? Een plaat daarvoor bij CNR, dat waren ook twee tango's, Du schwarze Zigeuner en Du hast mein Herz gestohlen, onder de hoede van die andere accordeonist-producer Addy Kleingeld. In 1965 ging Jan Gorris de platen maken met zijn elektronische accordeon bij Telstar, de platenmaatschappij van Johnny Hoes. Zigeunerknaapje. En iedereen zoekt geluk in het leven. Hij had in 1966 succes met Barcarolle uit Hofmans Vertellingen van Offenbach. U hoorde die al. Ook in 1968 in Duitsland een succes. De melodie in F van Anton Rubinstein. Een heel populair, vele malen opnieuw uitgebracht en aangevraagd in verzoekplatenprogramma's. De Klokkenwals. Excuses, ik was wel blij dat ik die single vond in mijn collectie, maar hij is wat excentrisch. Het gat zat niet in het midden, zeg je dan. De Klokkenwals, oftewel Klok Roeland, boven Gent reist. Bij Telstar ook de LP op tournee. Meer singles als Circus Rent, het slavenkoor uit Nabucco van Verdi. Er Spanje Cagni in 1966, in 1967 de Parelvissers van Bizet. Plezier d'amour, Liebestraum van Liszt. De Bostella heeft hij gespeeld. Jaloezie en twee titels in samenwerking met trompetist Koos van Beurden. Het lied van de zee en Als ik groot ben, lieve moeder. Jan kreeg in 1967 geduchte concurrentie van Johnny Holshuizen, die net als Jan een elektronische accordeon had, maar die was speciaal voor Johnny Holshuizen gemaakt en had meer mogelijkheden. John Woodhouse lanceerde zijn Magic Accordeon in De Vuist van Willem Duis met Melodia. Er kwam de volgende dag een run op de platenzaken. En de LP's die John Woodhouse daarna maakte, gingen als zoete broodjes over de toonbank. Jan moest het met minder doen, maar had in 1967 ook een goede verkoop met zijn LP, waarop eerdere singles als De Barcarolle en titels als O Marinariello, oftewel Het Vissersmeisje, Danny Boy en My Bonnie is Over the Ocean. Met Telstar-collega accordeonist Jean Kraft, die onder andere de zangeres zonder naam begeleidde op haar platen, maakte Jan Gorissen diverse LP's. Accordeoncocktail, accordeonfeest, Bij ons in de Jordaan, accordeonacrobaten met karakterstukjes van Willy Lahey en Albert Vossen,
28 successen van de zangeres zonder naam en singles als 6 harmonica-hits en Popri deel 1 en 2 in 1968. Jan speelde solistisch de serenade van Toscelli, Jeruzalem Shel Zahav, het succes van Rika Zaraj en in 1969 een single met kunstfluitster Marja, Droomland en Haap Mietleid. Piet Dahlhuizen, broer van bassist Gerda Dahlhuizen, was producer bij Tros Radio. Hij had het idee dat luisteraars terugverlangden naar radioorkesten van vroeger. Zo haakte hij in op de revival van de Ramblers tussen 1926 en 1964 onder leiding van Theo de Masman, vanaf 1972 onder leiding van Jack Bulteman. Ze maakten 3 LP's en hadden radio-uitzendingen vanuit Hotel American in Amsterdam, notabene gepresenteerd door Gerrit den Braber. Dat was Hartje Amsterdam in 1974, zo heette dat programma. Gerrit die was oud-AVRO-medewerker, directeur bij platenmaatschappij Phonogram. Zo laten we weer teruggaan naar de AVRO. En die Remdes-uitzendingen die hadden veel succes. Piet Dahlhuizen dacht ook aan het oude varenensemble Accordiola. Misschien kon dat gezelschap ook weer nieuw leven worden ingeblazen. En dat gebeurde. In 1977 begonnen de uitzendingen voor publiek. Oud-dirigent Jan Gorissen was van de partij, oud-gediende accordeonist Koen van Nossau en de jongere accordeonbespeler Henny Langeveld of Martin Kessler. Eddie de Jong kwam er aan de piano, Bert Visser basgitaar en die zong ook. Eddie Christiani gitaar en zang, Wim van Steenderen klarinet en altsax en een nieuwe naam Hans Verhoeven drums. Op het repertoire onder andere een compositie van Jan Gorissen die hij te samen schreef met Frans Popti, Java des Allumettes. Thank you.
de Rava des Allumettes. Bert Visser, die in de late jaren 40 alleen gitaar had gespeeld bij Accordiola, was vanaf begin jaren 50 ook gaan zingen bij Bella Musica onder leiding van Johnny Holshuizen, bij de AVRO. Daar ook bij de Zaaiers onder leiding van Jos Kleber. Ze hadden zelfs een hit met The Great Pretender van de Platters in 1956. Bij de KRO zong Bert bij het Cascadeorkest van Johnny Ombach en bij de NCRV soms bij het Orkest Mozaïek van Jo Bos. Anno 1977 zong hij bij Accordiola onder leiding van Jan Gorissen een succes van Guy Mitchell uit 1951, My Truly, Truly Fair. Golden hair. Someone plowed the open plain, someone sailed the brine, but I'm in love with a pretty maid. For work I have no time. Once I sailed from Boston Bay, bound for Singapore, but one day out I missed her, so I swam right back to shore. Truly, truly fair. Truly, truly fair. How I love my truly. Long day just for bread and wine, but I sit out on a moonlit night and kiss her lips for mine. Why loves she and she loves me? Pardon if I boast. At times we fight on a livelong night, but who loves who the most? Truly, truly fair, truly, truly fair. How I love my truly fair. There's songs to sing her, trinkets to bring. Liedje van Bob Merrill, My Truly Truly Fair, Bert Visser bij Accordiola. Accordiola bij de Tros hield het niet lang uit. Jan bleef platen maken, 14 Hollandse wonder-accordeonsuccessen in 1978, singles als het Bloemenlied, in 1981 de tango's van Malando, Ole Guapa en Quapita, in 1983 de Violeta en de Vals Basque, oftewel de Spaanse wals. In de volksmond, gooi je schoonmoeder van de trap, gooi je schoonmoeder van de trap. Jan Gorissen overleed 15 september 1988, 71 jaar oud. Ik bracht een hommage aan hem. In de catalogus van www.muziekschatten.nl, titels als Als naar het bal, de Baccarole, de French Touch, La Golondrina, arrangementen voor radio-uitzendingen, de bladmuziek is te vinden van Op de sluizen van Eemuiden, de Baccarole, de Melodie Express, Ole Guapa en My Truly Truly Fair. Samenstelling en presentatie Co. Snel. Illustraties Erik van Balkum. De laatste is Accordiola tweede versie 1977 met een compositie van Jozef Rieksner uit 1937, Spitsboep. Tot een volgende keer.